The Global Users and Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is Brewing a Better World. Mijn naam is Hans Gozen en ik werk voor Stichting Climate Adaptation Services. Voor bierbrouwer Heineken hebben we samen met de Universiteit van Wageningen onderzoek gedaan naar de effecten van klimaatverandering op de productie van bier. Klimaatverandering beïnvloedt de beschikbaarheid van water en de groeicondities voor gerst en hop, de belangrijkste ingrediënten in bier. Extreme hitte, droogte en neerslag kunnen leiden tot een tekort aan grondstoffen voor bierproductie. Als gevolg van klimaatverandering zullen de groeicondities op vele plekken verder verslechteren. The CDS provides a one-stop shop for quality assured data on climate. It has a toolbox where users can access and process data in one place. All CDS data and applications can be used by anyone for any purpose and can be reached from the C3S website climate.copernicus.eu. Met behulp van de C3S Impact Service hebben wij agronomische indicatoren berekend om de invloed van klimaatverandering op gerstproductie te kunnen analyseren. Een voorbeeld is het aantal dagen in de optimum temperatuurreeks binnen het groeiseizoen van gerst. In Mexico, een belangrijk groeigebied voor gerst, verwacht men richting 2050 een warmer en droger klimaat. In de projecties op basis van de C3S zien wij hier toenemende maximumtemperaturen, een afname van het aantal dagen in de optimum temperatuurreeks voor gerst en een toenemend tekort aan bodemvocht. Door nu in actie te komen en deze veranderingen met geschikte maatregelen te bestrijden, kunnen brouwerijen als Heineken de lange termijn beschikbaarheid van bier waarborgen. For more information, please visit the webpage where you can be inspired by other showcases, explore and download climate impact indicators and seasonal forecasts, and learn how to use and interpret the data. Thank you for watching.